Welkom bij een nieuwe aflevering van chemia.nl. In deze aflevering gaan we kijken naar het HAVO-examen, het derde tijdvak. En De opgave gaat over brons. Je kunt het examen downloaden op chemia.nl of gebruik de link in de beschrijving. Um, er staat een tekstfragment, dat moeten we lezen. Ik ga ervan uit dat je dit examen gemaakt hebt, dus ik ga het niet helemaal met je lezen. We zetten dat tekstfragment in de hoek en dan gaan we aan de hand van de vraag wel even de informatie eruit halen. Uh, vroeger werd uh, brons, of eigenlijk koper, gemaakt vanuit malachiet. En de formule staat in de opgave, die is, of in de tekst, die Cu2OH2CO3. En dan staat er in de opgave, dat kun je opvatten als een mengsel van twee zouten. Ja, namelijk koperhydroxide en kopercarbonaat. Dus de formule van het ene zout is koperhydroxide en koper 2+, dus met twee OH-minnen. En kopercarbonaat. Nou, dus carbonaat is 2-, dus vandaar dat daar 1 koperion bij zit, dus CuCo3. Nou, zitten die zouten door elkaar gemengd? En we moeten de molverhouding aangeven. Nou, als je goed kijkt zie je hier twee koperdeeltjes. Dus als je ze 1 op 1 doet, die twee zouten, dan kom je precies aan die twee koperdeeltjes, aan twee OH en één CO3 2 oh en 1Co3-2-. Dus het is 1 staat tot 1. Dan vraag 2. <tie> Geef de vergelijking van de ontledingsreactie van malachiet die in regel 7 en 8 is beschreven. Nou, eens even kijken. De warmte, die ontleden het malachiet. Dus we beginnen met dat malachiet, Cu2OH2CO3. En dan gaan we ontleden één beginstof. Sommige leerlingen zijn gewend of geneigd om daar plus O2 bij te schrijven. Maar het is een ontleding. Eén beginstof, meerdere producten. En er staat in de tekst dat er ontstaat koperoxide... Met koper 2 plus ionen, dus CuO, water, H2O en koolstofdioxide. Nou, dit moet je klappend maken. En als we kijken naar de koperdeeltjes, dan zien we dat er na de pijl een 2 voor het koperoxide moet. Dan heb je twee koperdeeltjes voor en na de pijl. En als je nu goed gaat tellen, is de rest ook klappend. Want hier hebben we OH, maar die heb je twee keer. Dus er zitten twee O'tjes in. En in dat CO3 nog drie O'tjes. Dus dat zijn er vijf. Hier heb je de twee, drie. En in CO2 nog twee. Dat is vijf. Eén koolstof, één koolstof, twee H'tjes, twee H'tjes. Dus zo is die klappend. Gaan we naar vraag drie. De vorming van koper uit koperoxide, die staat in regel 9 en 10, is een redoxreactie. Bepaal aan de hand van de ladingsverandering van of de koperdeeltjes in koper-2-oxide bij deze reactie als oxidator of reductor hebben gereageerd. Nou, ze beginnen dus met koperoxide, daarin zit Cu2. En daarvan maken ze koperdeeltjes, en dat is het metaalkoper. En het metaalkoper bestaat uit neutrale koperatomen. Dus we zijn van 2+ plus lading naar 0 lading gegaan. Ja, daarbij moeten die koperdeeltjes elektronen opnemen, dus oxidator. Dan gaan we naar vraag 4. Bronssoorten worden behalve met een aanduiding als CuSn10 ook wel aangeduid met een formule die de atomaire samenstelling van de bronssoort weergeeft. Bijvoorbeeld CuXsni. Nou staat dat CuSn10, het staat in de uh, tekst onderaan. En daar staat bij uh, dat brons is een mengsel van uh, koper en tin en die 10 geeft aan het massapercentage tin. Dus als we 100 gram, wacht even, C, U, S en 10, als we daar een massa van hebben van 100 gram, en dat staat in de opgave, bereken het aantal mol koper en tin in 100 gram van dat brons. Nou, dan gaan we uitrekenen hoeveel tin erin zit en hoeveel koper. Nou, laten we met tin beginnen. 10% van 100, 10 100. Honderdste van 100, dat is natuurlijk 10 gram. En met de molaire massa van tin, en die is 118,7 gram per mol, kun je het aantal mol berekenen. Moet je 10 delen door 118,7. En als je dat uitrekent, dan kom je uit op 0,084. 0,084 mol. Nou, datzelfde gaan we doen voor koper. Uh, ja, als je 10 gram tin hebt en in totaal is het 100, dan heb je dus 90 gram koper. En met de molaire massa van koper, 63,55 gram per mol, rek je dan op dezelfde manier het aantal mol uit. En dan kom je uit op, uh, even kijken, 1,42 mol. Nou moeten we dat um, uh, schrijven als CUXSNI. En uh, dat is de atomaire samenstelling, oftewel het aantal deeltjes, oftewel het aantal mol. En ze willen dat we de uh, SN op 1 stellen, dus die i, dat moet een 1 worden. En dat is dus nu 0,084. Dat moet een 1 worden. En dan willen ze weten welke x hoort daarbij. En die is nu 1,42. En met een verhoudingstabelletje. Kun je dan uitrekenen wat die x is? x is dan uh, 1,42 delen door 0,084. En er staat in de opgave dat die x een heel getal moet zijn. En dan kom je afgerond uit op 17. Dus dan wordt de formule, die schrijf ik hierboven aan, die wordt CU17SN1. Oké, okay, gaan we naar vraag 5. Vraag 5. We moeten de uh, naam van het type kristalrooster van brons weergeven. En uh, we moeten verklaren waarom dat brons stroom geleidt. Want dat kan brons. Brons kan stroom geleiden. Nou, dus brons is een mengsel van metalen. Dus dan heb je een metaalrooster. Dus de naam is een metaalrooster. Dan moet je dat beschrijven. Oeh, metaalrooster. Dan moet je dat beschrijven. Nou, dat bestaat uit metaaldeeltjes waarvan de positieve atoomresten in het rooster zitten en de vrije elektronen die kunnen daar rondomheen bewegen. En dus we hebben positieve atoomresten met vrije elektronen. En omdat die elektronen kunnen bewegen, kan het stroom geleiden. Nou, daar mag je zelf een mooie zin van maken. En volgens mij hebben we dan de eerste opgave af. Uh, wil je nou dit hele examen bekijken, kijk dan op chemia.nl bij examens HAVO. En dan vind je steeds meer oude examens uitgewerkt in videolessen. Ik hoop dat je hier wat aan hebt gehad. Dank je wel voor het kijken en tot ziens bij een nieuwe aflevering van chemia.nl.